Ik heb een snee in mijn schouder, snee in mijn achterhoofd, bulten op mijn hoofd, blauwe plekken op mijn kaak, dikke lip en een hersenschudding waar ik anderhalf, twee weken mee rond heb gelopen. De daders van dit zinloze geweld, een steekpartij op het Stationsplein in Eindhoven, lopen nog steeds vrij rond. En daarom vandaag aan u de vraag, help ons mee ze te vinden. Het is zaterdagavond 27 september. Voor een jonge man zit zijn werk er net op. Hij is in de stad om nog even wat met vrienden te gaan drinken. Ja, ik heb gewerkt eerst en toen ben ik naar het straat om zijn gegaan omdat er een afsluiting was en een afscheid van een collega van mij. Het is zo gezellig, de tijd vliegt voorbij. Het is inmiddels zondagochtend 28 september tegen 16:30. Toen zijn we daar tot sluitingstijd gebleven en zijn we daarna teruggegaan richting mijn werk om alle jassen weer te pakken en even de avond af te sluiten. Terwijl de jongen naar binnen gaat om zijn jas te halen, loopt het buiten ineens snel uit de hand. Het was een klein opstootje, toen op straat, tussen collega's en vrienden van mij en een groep jongeren. Ik ging vragen wat er aan de hand was, totaal niet met de intentie om ruzie te zoeken. Gewoon of het opgelost kon worden of iets dergelijks. En toen is die groep op mij afgestapt en zijn ze begonnen met slaan en schoppen zonder enige reden. Naar de grond geslagen, ben ik één keer in mijn schouder en één keer in mijn achterhoofd gestoken en hebben ze vervolgens meerdere malen op mij ingetrapt en geslagen. Vervolgens zijn ze weggerend richting het station. Ik voelde wel een brandende pijn, maar ja, die kan ook van andere dingen zijn, van een rotschop of iets in die richting. Maar toen ze weg waren, toen was wel redelijk snel duidelijk dat het niet alleen een schop was, omdat ik helemaal onder het bloed zat en mijn broek, ik zag het naar beneden stromen, het bloed. En het was gewoon het bloed stelpen, maar het hield niet op met bloeden. Nee. Er zijn bewakingsbeelden waarop het groepje te zien is en die zijn niet heel best van kwaliteit. En toch laten we ze zien, want die daders moeten gevonden worden. Dit zijn beelden van het Stationsplein. Er is al wat rumoer, ook al is dat nog niet heel duidelijk te zien. Er wordt wat geduwd en getrokken. Iedereen loopt een beetje door elkaar heen. En let dan op de mannen in de witte cirkels. Dat zijn twee van de daders. De politie denkt dat ze ook hebben gestoken. Het wordt nu snel erger. Meteen komen er nog meer vechtersbazen bij staan. En dan gaat het echt fout. De ergste beelden laten we u niet zien. Maar de jongen die op de grond ligt wordt aan alle kanten getrapt en geslagen. En blijkt dus later ook te zijn gestoken. Toen ik in het ziekenhuis aankwam en toen er met 4 of 5 mannen om me heen stonden de wonden te hechten en mij rustig te houden en dergelijke, bleek toch wel dat het erger was dan dat ik in eerste instantie dacht. Als er mensen zijn die zich dit voorval weten te herinneren of iets meer kunnen zeggen over de daders die het gepleegd hebben, bel ons dan nu. Getuigen dus, die zijn heel belangrijk voor ons in deze zaak. Eén getuige in het bijzonder die we heel graag willen spreken en zij staat op de bewakingsbeelden. Dat is de vrouw met de witte handtas en de witte sjaal. Ze lijkt de hoofdverdachte te kennen. Ze heeft ook kort met de politie gesproken op het Stationsplein. Als je kijkt of je weet wie ze is, neem dan snel contact op. Nadat ze het slachtoffer hebben achtergelaten, loopt het groepje samen met de hoofdverdachte weg in de richting van de Stationsstraat. Daarna zien we ze in een auto stappen en met die auto rijden ze dan vanaf de Stationsstraat weg in de richting van de Vuutlaan. En daarna zijn ze niet meer gezien. Of toch wel? Herinnert u zich iets? Heeft u het groepje later nog ergens in de stad gezien? Kunt u iets zeggen over het merk of het model auto waarin ze wegreden? Laat het dan weten. Ik heb heel de nacht in het ziekenhuis gelegen en heel lang een stijve schouder gehad, stijve nek gehad. De wond in principe heeft niet zo heel veel pijn gedaan, maar ja, er staan natuurlijk nog wel 2 littekens op mijn lichaam die ik voor de rest van mijn leven zal bijhouden. De politie zoekt de daders van dit geweld. 3 getinte jongens, een negroïde en een blanke jongen. U kunt ons bereiken via de nummers in beeld, maar ook via de website bureaubrabant.nl.